In zijn huis aan het Steeghoven Sloot verzamelde Martien van Ruitenbeek jarenlang 19e eeuwse ornamenten. Hij wilde eigenlijk dat deze ornamenten behouden bleven en niet kapot gingen. En dat toekomstige generaties het ook zouden kunnen zien. Haar vader overleed een paar jaar geleden. En nu ook zijn huis is verkocht, moeten de ornamenten weg. Die vooral afkomstig zijn uit oude panden aan de Johan de Witstraat en de Havenstraat. En dan ging hij erheen met een touwen en een ladder en spullen om het zeg maar eruit te halen. Ook mijn zus ging wel eens mee en dan moest je het samen heel voorzichtig zo langzaam, heel gelijkmatig eraf halen, want anders brak hij al. Ja, hier in de serre zat mijn vader eigenlijk dan urenlang te werken. Dus op het moment dat het ornament eruit kwam, was het vol verflagen, meestal 2, 3 of 4. En de kunst was om die dan gewoon heel langzaam laagje voor laagje eraf te halen. Waardoor ook bijvoorbeeld hier een roosje of een blaadje of gewoon een zonnetje zeg maar weer tot zijn recht kwam. En dan pakte hij zijn sigaar en dan zette hij die bag op en dan was hij heel de avond zoet. Als kind was dit haar slaapkamer. Ze neemt afscheid van haar ouderlijk huis en de ornamenten. Ze zijn te koop. Zo'n groot ornament heb je al voor 30, 40 euro en de kleintjes voor 20. Omdat we gewoon belangrijk vinden dat mensen gewoon niet echt mooi vinden het zich kunnen veroorloven. Het heeft geen zin om voor de hoofdprijs te gaan. Het gaat echt om dat de liefde voor schoonheid, dat die ook in Dordt blijft. En als dat op verschillende plekken daar mag hangen, dan zijn we heel blij. Je mag langskomen op vrijdag 17 en zondag 19 juni tussen 10 en 2 aan het Steeghoven Sloot 159 tegenover Doelenstein. Wat overblijft gaat naar de stucadoor die er mallen van maakt om ze na te kunnen maken.